In Sportzaal Trooi in Berchem werd zondagavond voor de vrede gevoetbald. Schepen van Sport Ludo van Kampenhout en heel wat bekende Vlamingen speelden mee. De ene al wat actiever dan de andere. Voor mij is dat voetballen. Ik denk dat dat van school geleden is, dat ik dat nog ooit heb gedaan. Dat ik ooit überhaupt op een voetbalveld heb gestaan. Dus voor mij gaat het heel spannend zijn. Dat is mijn voel, want het is voor vrede. Ja, wie is er nou niet voor vrede? Dus vandaar dat ik graag ja zei. Iemand die de match voor de vrede volledig zag zitten, was deze Antwerpse Hollywoodster. Sport en goede doelen, dat zijn twee dingen waar ze mij altijd voor mogen bellen. Het is eigenlijk een soort match voor verdraagzaamheid en meer tolerantie en meer begrip voor elkaar. En tegelijkertijd is het een lekker voetbalmatchje, hè? Onder het toeziend oog van ongeveer 300 toeschouwers werd de match op een 11-11 gelijkspel afgeklopt. Als afsluiter galmde het bekende You'll Never Walk Alone door de sporthal van het Trooi.